Mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Dat geldt ook voor mij. En hier een feitje als je me niet gelooft. Vroeger was er geen interesse van tv, want ik had een radiohoofd. Je droogt dus goed op en je komt goed voor de dag op een dieet van bier, whisky en een slof sigaretten per dag. Ja, het maakt ook nog wel leuke gedichten en ik vind het wel leuk dat je een collega hebt, zeg maar, die dan het vak met een gedichtje kan combineren. Ja, want truckers, dan denkt men vaak aan posters achterin, blote vrouwen in de cabine, maar dit is heel anders natuurlijk. Ja, deze is een serieuze collega's onder de collega's, zeg maar. De poëet onder de vrachtwagenchauffeurs. Ja, precies. We gaan rijden. Yes. Waar gaan we heen? We gaan naar Neda. Ben jij nou Deventer? Ja, mooi hè. Mooiste stad van Nederland toch? Nou, ik ben Jarno van der Noord, ook wel bekend als de rijdende dichter. En ik ben vrachtwagenchauffeur en dichter. Hoe is het zo gekomen, Jarno? Nou, ik had altijd als hobby al een beetje gedichten schrijven. Als ik stond te wachten ergens, dan probeerde ik de tijd te doden met het schrijven van gedichten. En in 2017 ben ik ze op Instagram gaan zetten. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Ja, wat voor soort gedichten schrijf je? En, ja, een beetje laagdrempelige. Ik probeer er vaak een humoristische twist aan te geven. Maar het gaat ook over liefde of over de dingen die gebeuren in de maatschappij. Of dingetjes die ik hoor in het nieuws. Dat zijn een beetje de inspiratiebronnen eigenlijk. Gaat dat goed? Ja, ik denk het wel. Papa op de foto. Soms lig ik 's nachts wakker in mijn bed te woelen, omdat ik de gedachte niet kan verdragen dat ik allerlei dingen niet meer weet. Veel herinneringen aan jou vervagen. Ik kan je niet meer ruiken of voelen. Ik ben zo bang dat ik je vergeet. Jouw leven hield op, het mijne ging door. Zo gaat dat nu eenmaal. Ja, ach. Maar ineens was ik je weer op het spoor. Je kwam onverwacht op bezoek en je zei even hallo en goeiedag naar het openen van het fotoboek. Gevoelig gedicht net. Ja, absoluut. Dat is een waar gebeurd ook, hè. Mijn vader kwam ik tegen in het fotoboek. Ik kreeg de fotoboeken van mijn moeder destijds toen ze ging verhuizen. En dan word je weer geconfronteerd met het overlijden van je vader. Dus ja, dat zijn ook wel dingen die horen bij het leven, maar het is dan wel even pittig. En ik mis hem nog elke dag. Hij is 12 jaar geleden is hij overleden, man. Dat blijft altijd in je. Het loopt als een speer, hè? Ja, het gaat goed. Mijn Instagram-account groeide vrij snel. Het werd eigenlijk best wel goed opgepakt, ook door de media. In 2020 kwam mijn eerste bundel uit. En nu heb ik de eer dat mijn tweede bundel uitkomt. Ja. Veel op de media geweest, vertel. Ja. Het begon eigenlijk met In de Buurt, het lokale platform in Deventer. En dat is een beetje uitgegroeid landelijk met de AD, Telegraaf. Ik heb een gedicht voorgedragen ook op Radio Oost bij Bed, Radio 2. En, het is eigenlijk nooit meer opgehouden. Bij Giel? Bij Giel inderdaad, ja. Dat is fantastisch. Leuk hoe dat allemaal gaat. Heb je daar verklaring voor? Nou, ik denk toch wel de combinatie van het rijden met gedichten schrijven. Ik denk dat niet heel alledaags is. Want? Ik denk niet dat heel veel chauffeurs gedichten schrijven. Ik schrijf ook niet per se over het chauffeursleven of zo. Het gaat echt over van allerlei dingen. En ik denk dat maakt wel een hele leuke combinatie. Tussen vier muren. Een leven tussen vier muren, dat is niks voor mij. Geef mij maar een cabine en een flink stuur. Een groot raam waardoor ik naar buiten tuur. In dat huisje word ik blij. Inmiddels ben je niet alleen maar chauffeur meer, hè? Nee, ik ben 2 dagen chauffeur nog. En de rest ben ik als freelance tekstschrijver aan de slag. En komt dat nou voort uit
Ja, ja, het komt zeker voort uit het gedichten schrijven. Ik wilde hem ook wel verder ontwikkelen. Ja, daar ben ik heel veel cursussen gaan doen, trainingen gaan doen op het gebied van tekstschrijven. En ik heb ik heb een stap kunnen maken daarin en daar ben ik heel blij mee. Ja. Is het nou de rijdende dichter of de dichtende trucker? Ja, ik zet zelf de rijdende dichter, dus ja. Ja. Ja, het mag allebei. Hou je niet van poëzie en heb je dit boekje ook maar gekregen? In geval van nood kun je er altijd nog je billen mee afvegen. Tot slot, Jarno, hou hem op de weg. Ja. En blijf het dichten, hè? Yes. 12 november komt mijn boek, ligt mijn boekje in de winkel. Oké, de poëet onder de truckers. Yes.